Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Lochem Nederland, Delft op Zondag, de gratis familiekrant, Bex Beveiliging Exclusief, Vastgoedreclame, Baaf Automotive, De Regenboog op Beheer, Pieter Overgaag Partyverzorging en Organisatie, Avonturia de Vogelkelder en Roberto Lungo Business Tel. Vanuit de Regenbogen Business Center, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Het programma dat iedere week aandacht schenkt aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. In de aflevering van deze week aandacht voor een jeugdtrainingsdag bij het Delftse DHC en de presentatie van het boek met het levensverhaal van John van Zweden. Vorige week, tijdens de herfstvakantie van de scholen, organiseerden diverse clubs activiteiten voor de jeugd. Wij kozen ervoor een kijkje te gaan nemen op een trainingsdag bij het Delftse DHC, waar de voetbalschool van Chris Kronshorst een clinic verzorgde. Ook gingen wij langs in de Vogelkelder in Den Haag, waar de presentatie plaatsvond van het boek met het levensverhaal van John van Zweden, de behangkoning van Den Haag, maar ook bekend als supporter van ADO Den Haag en mede-eigenaar van de Premier League club Swansea City. Maar we gaan eerst naar Delft. Vorige week was het herfstvakantie en veel clubs organiseerden activiteiten voor de jeugd. Ik koos ervoor om langs te gaan bij een oude bekende. Ooit zaten we samen op de trainerscursus bij Olivio onder leiding van Berry Jansen. En daarna was hij vaak assistenttrainer, techniektrainer bij Co Adriaanse en werkte bij topclubs in Europa. Ik heb het over Chris Kronshorst. Met zijn voetbalschool verzorgde hij vorige week bij DHC een voetbalkliniek. Kijkt u naar een reportage van cameraman Pim Markering. En dan komt hij. Goeie bal, jongen. Klasse bal. Niet te hard. Kijk uit, kijk uit. Ja, dus als ik zo aankom, zo, moet ik naar die arm draaien. Zo, dan loop ik er overheen zo en neem ik hem zo mee. Ja? Chris, zo'n trainingsdag bij DHC, ja, dat heb je al vaker gedaan, maar je geniet er nog elke keer van. Nou ja, het is natuurlijk het mooiste om met voetbal bezig te zijn. We zijn nu bezig met de voetbalschool en we hebben nu in de herfstvakantie dan een dag georganiseerd. Nou ja, je ziet hoeveel kinderen erop afkomen. Er is altijd interesse, kinderen willen altijd voetballen. En ik denk dat als je met kinderen werkt, ja, dat houdt je zelf ook jong. Als je terug gaat, met name als trainer, als begeleider van die jeugd. Ja, je neemt zelf wel een heel stuk bagage mee als oudbetaald speler. Waarin je vroeger zelf het ook moest hebben van techniek en veel minder. Laat ik het zeggen, als een speler die erin moest kletsen. Ja, maar ik ben natuurlijk door de jaren heen wel wat wijzer geworden. Kijk, de eerste jaren, als je, toen wij trainden, vanaf ons zesde jaar tot ja, zeg maar 20, 25 jaar, deden we eigenlijk niks anders dan over een hekje springen, paard en ruiter spelen. Ja, er is natuurlijk ongelooflijk veel veranderd. En toen ik op een bepaald moment overging naar NEC Nijmegen, toen, daar ben ik natuurlijk in aanraking gekomen met Wil Curver. En ja, dan zie je eigenlijk wat je in die eerste jaren gemist hebt als speler. En toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik dat had meegemaakt op die leeftijd en wat die jongens nu wel aangereikt krijgen, ja, dan was je ook nog verder kunnen komen. Met name dus die overgang naar NEC, dat was eigenlijk voor jou een eye-opener. Nou ja, ik heb de mogelijkheden gehad om naar andere verenigingen te gaan.
En toen dacht ik, ja, zou ik naar de NEC gaan en zo. Maar goed, die wilde me graag hebben. En achteraf is dat, ja, is dat eigenlijk een fantastische 2,5 jaar geweest. Omdat ik daar altijd met de bal ben bezig geweest. En eigenlijk daar op nog steeds voortborduur. Je probeert je alleen beter verder te ontwikkelen. Dus je houdt wel de boel in de gaten om je heen, wat er gebeurt. Maar normaal gesproken ja, zijn er niet zo heel veel dingen meer. Je bent daarna na je actieve carrière betaalde voetbal. Je hebt nog eventjes bij de amateurs gespeeld. Maar je bent het trainersvak ingerold. Delphia, DRC onder andere. Maar je bent je steeds meer gaan specialiseren. Ook met name techniektraining. Daar heb je natuurlijk best wel wat bekende jongens inmiddels al, laten we zeggen, ook bij mogen sturen. Hoe kijk je naar dat soort spelers als je ze op tv aan het werk ziet? Ja, dat is een beetje... Kijk, het is natuurlijk niet zo. En dat geldt eigenlijk voor trainers precies hetzelfde. Het is niet zo als je 3 keer of 5 keer of 8 keer techniektraining gedaan hebt, dat je dan alles beheerst. Dat is natuurlijk, dat houdt nooit op. Dat is van herhalen. Dat is alleen maar herhalen, herhalen. En steeds in andere situaties spelen, manoeuvreren. Dus als jij 5 keer of 10 keer bij mij geweest bent, of bij, in ieder geval bij de voetbalschool, ja, dan is het niet zo dat je na de 12e keer denkt, oké, ik hoef niks meer. Maar dat blijft zich ontwikkelen. En dat zie je eigenlijk ook bij, bij grote spelers. Kijk, als Ronaldo niet elke dag die bewegingen maakt, dan zal hij over een half jaar dat ook niet meer zo doen zoals hij het nu doet op snelheid. En dat is eigenlijk met alle spelers. Dus hoe meer je dat blijft doen, ja, des te beter je wordt. En je moet elke keer, is de situatie weer anders. Dan moet ik dat, dan moet ik dat, dan moet ik zus, dan moet ik zo. En dat moet je blijven doorontwikkelen. Kwestie ook van de beweging maken als het nodig is en niet alleen om de beweging. Nee, als ik een bal heb en ik kan hem van A naar B spelen, maar dat is in het amateurvoetbal ook al een probleem. Maar stel je voor dat ik hem van A naar B moet spelen, dan gaat dat natuurlijk sneller dan dat ik een beweging moet maken. Maar er zijn altijd situaties waarin je een beweging moet maken of de bal afschermen. Dat hoef je nog geen eens te doen met een hele grote truc, maar gewoon de bal afschermen. Ja, om in balbezit te blijven en dan kan ik hem weer wegspelen. Jouw loopbaan als trainer heeft een Co Adriaans een hele belangrijke rol gespeeld. Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje frappant dat ik heb met Co gespeeld bij FC Utrecht. 2 jaar en toen hij naar Porto ging en hij las dat ik met spelers bezig was om die technisch beter te maken. Toen heeft hij mij daar naartoe gehaald. En daar heb ik natuurlijk met een aantal spelers die daar, een hele jonge groep had hij daar. Dan ben ik daarmee aan de slag gegaan. Maar goed, je bent hem ook gevolgd en je hebt ook gewerkt in landen als Rusland, Oekraïne, Qatar. Allemaal verschillende landen. Is het daar dan anders of is toch je aanpak, blijft dat hetzelfde? Nou, trainen blijft hetzelfde. Of ik nou hier train of morgen in Australië of in China. Kijk, dat blijft allemaal hetzelfde. Alleen de cultuur is natuurlijk anders. En het niveau van spelers is anders. En je, op het moment dat je techniektraining geeft, dan zou je ook zelf als trainer moeten aanpassen aan het niveau van de spelers. En langzamerhand, naarmate je dat meer doet, kan je verder gaan in die ontwikkeling. Dus ja, dat is of je nou groot of klein bent, zo werkt dat nou helemaal. Dan praten ze heel vaak op dit moment van ja, in Nederland gaat het allemaal zo achteruit, die competitie. Terwijl ik denk dat we nog steeds een jeugdopleiding hebben op kwaliteit. Hoe zie jij dat? Ik denk dat we in Nederland een hele goede opleiding hebben. Het is zo, als je bijvoorbeeld aan de top ziet, dat Nederlandse spelers die opgeleid zijn in Nederland, in het buitenland ongelooflijk floreren. Kijk maar naar het Nederlands elftal. Alleen geloof de achterhoede, behouden ze de keeper dan, daar zitten de meesten ook van in het buitenland. Dus ik denk dat de opleiding fantastisch is. Alleen is het zo dat je, hoe moet ik dat uitleggen? Je zal dat moeten door blijven ontwikkelen. Ja? En je ziet het bijvoorbeeld op amateurniveau. Kijk, alles wat je doet heeft te maken met natuurlijk kwaliteit. En kwaliteit kan inzicht zijn, techniek. Maar als we nou heel eerlijk zijn en we kijken heel goed naar die spelers, dan zie je eigenlijk het volgende. Als ik
techniektraining doe, zegt een ander, ja, techniektraining, ja, wat deed dat nou voor zin? Maar als ik nou ga kijken bijvoorbeeld naar paas- en trapvormen die je hebt, en ik zie dan bijvoorbeeld dat als ik 6 jaar ben en ik heb 7 jaar opleiding, dat ik nog niet meer van A naar B heb kunnen spelen, dan denk ik bij mezelf, ja, daar is nog zoveel te winnen. Alleen bij dat soort simpele dingen al, hè? Iemand aan te spelen, iemand aan de goede kant aan te spelen. Dus ik denk dat er in de Nederlandse competitie ongelooflijk veel ontwikkeling nog kan zijn van Nederlandse spelers. Alleen, ja, zou je dat nog meer moeten doen en nog meer moeten trainen. En je moet niet tevreden zijn met 1 keer per dag te trainen. Als ik speler zou zijn nu, met de salarissen wat ze tegenwoordig uitbetalen, zou ik gewoon 2 of 3 keer per dag willen trainen. Ja, en natuurlijk moet ik ook een dag vrij hebben in de week. Maar dan zou ik niet 1 keer per dag, bij een betaalde club, zou ik niet 1 keer per dag willen trainen. Dus ik zou die ontwikkeling, zou ik zo willen hebben dat je, oké, je hebt 1 dag in de week vrij. En je traint gewoon elke dag 2 keer. Eventueel individueel, dat zou ook nog kunnen, op techniek. Ja, en individueel kan je natuurlijk nog trainen. Maar goed, dat ligt aan de trainer. Die bekijkt dan die spelers en die zegt dan, nou oké, ik wil individueel met die of met die of met die. Maar tegenwoordig, als ik ga kijken, dan loopt er om zo'n groep lopen geloof ik 8 trainers. Nou, laat ik het overdrijven, laat maar leggen 5 trainers. Dan is er toch altijd wel een mogelijkheid dat een van die trainers een keer iets speciaals doet met een groep spelers. Of met 2 of 3 spelers. Je bent in een ideale situatie bij betaald, want je hebt ze elke dag ter beschikking. Je hebt ze elke dag ter beschikking, dus wat wil je nou nog meer? Ik zag net hier op de training ook een jochie met geweldig leuke bagage in huis qua bewegingen. En toen hoorde ik dat hij ook al een aantal jaren bij jou op de voetbalschool zat. Dan heb je het weer, herhalen. Nou ja, dat is eigenlijk, steeds komt het op hetzelfde neer. Het is alleen maar herhalen, herhalen. En proberen elke keer een andere situatie te creëren voor een speler. En elke keer moet hij daar weer een oplossing voor vinden. Als ik de bal heb en ik ben buitenspeler en ik zie dat er 3 verdedigers staan, ja, dan kan ik denken, ga ik dwars doorheen. Ja, dan zal ik hem dus sneller moeten afspelen. Maar er is altijd een moment in de wedstrijd dat ik een situatie moet creëren, dat ik een meerderheid creëer. En dan moet ik 1 man uitspelen en dan kan ik eventueel tot scoren komen. Tot slot, de afgelopen jaren, voetbalscholen, ze zijn als paddenstoelen uit de grond gerezen. Wat maakt nu jouw voetbalschool toch anders dan veel van die anderen? Nou ja, ik denk dat het simpele voorbeeld is dat als ik morgen 3 dagen naar een cursus ga, ja, dat ik dan denk van nou kan ik techniek geven. Ik doe het al, nou ja, zeg maar 40 jaar. En ik heb elke dag als ik train, denk ik, waar heb ik daar niet aan gedacht? Om waar heb ik dat niet anders gedaan? Waar heb ik zus niet gedaan? Dus het is ook de ambitie die je hebt. En niet tevreden zijn met, oké, ik doe 3 dagen, krijg een certificaatje. Ja, maar ik kan ook techniek trainen. Ja, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Dat is heel erg belangrijk, dat je je steeds, ook als trainer, blijft doorontwikkelen. Je kan wel eisen van die spelers dat ze zich doorontwikkelen. Maar het belangrijkste is dat die trainer zich steeds blijft doorontwikkelen. En van een jeugdvoetbaldag naar het levensverhaal van John van Zweden. Bekend als de behangkoning in Den Haag, maar ook als fervent ADO-supporter en mede-eigenaar van Swansea City, dat tegenwoordig uitkomt in de Premier League. In de Vogelkelder vond die presentatie plaats van dat boek, geschreven door Dennis Mulkus. Natuurlijk was Haaglanden de voetbal er ook bij. En Rob Blankenstein sprak daar met uiteraard John van Zweden en ook met de schrijver Dennis Mulkus. Een verslag van cameraman Fred Wolters. Toen zei hij, echt uit de grond van zijn hart, ik heb zo'n fantastisch wereldleven. En toen vertelde hij over zijn weekends dat hij naar Engeland ging. Het eerste boek is voor zijn moeder. En daar is het... andere eerste boek. Ja. Dennis Mulkus, schrijver van het boek over John van Zweden. Hoe heb je John ooit leren kennen? Ik was sportverslaggever bij Dagblad het Binnenhof. Dat bestaat helaas niet meer.
En ik volgde de wedstrijden van wat toen heette FC Den Haag. En het hoort een beetje bij je opvoeding als verslaggever dat je dan op een gegeven moment John van Zweden leert kennen. Hij was de eerste supporter die mij ongevraagd feedback gaf. En dat ging op zijn Haags, laat ik het maar zo zeggen. Op een gegeven moment gaat de carrière van John verder in de zin van zakenman. Dan komt hij in contact met, zeg maar, Wales. Hoe heb jij dat hele proces vanaf het begin af aan gevolgd? Of pas later? Ja, pas later. Ik woon in Noordwijk. En het eerste trainingskamp van Swansea City, de eerste Dutch Tour, zoals ze dat noemen, die vond plaats in Noordwijk. En toen zag ik John lopen over het veld met Swansea City. Ja, en dat waren eigenlijk een soort veredelde amateurs. En John had een voetbalclub. Je dacht niet bij jezelf van, ik denk dat hij hier over 10 jaar nog een keertje loopt en dan zal het wel Premier League zijn. Ik kan me herinneren in die periode dat er vanuit de Haagse voetbalwereld, en dan met name van de kant van Adel Haag, nogal een beetje neerbuigend, zeker lacherend gedaan werd over het feit dat John daarin was gestapt. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Nee, maar dat is ook zo. Dus. En ik proefde dat in die tijd, proefde je dat. En John heeft het daarna natuurlijk fantastisch gedaan met de club. Dat had hij ook niet kunnen vermoeden. Dat is een factor geluk. Dat is een factor enorme passie en inzet voor de club, van het bestuur. Aparte mensen allemaal, van de hele stad die achter die club is gaan staan. Dat kon niemand vermoeden. Om het even af te ronden, dat komt op het moment dat er een boek geschreven gaat worden. Dat benadert John jou op een gegeven moment. Hoe heb jij dat ervaren? Want hij had toch makkelijk andere schrijvers uit kunnen nodigen om dat boek te gaan maken. Ja, ik kwam hem tegen bij het ijshockey. Toen vertelde hij wat een gaaf leven die had. Hoe hij genoot van zijn leven in de Premier League. En juist op dat moment kwam ik hem tegen. En toen heb ik hem een tijd later, want het was niet gelijk. Maar een tijd later heb ik hem eens gebeld. En toen zei ik van, joh John, volgens mij zit er een boek in jou. Tevreden over het eindresultaat? Zeker. Ik denk dat het een gaaf boek is geworden van een gepassioneerd iemand. Die ooit geboren op de Paul Krugerlaan in Den Haag. De zaak van zijn vader en zijn moeder heeft uitgebouwd tot een flink en gezond bedrijf. Die als voetballer het op amateurniveau redelijk heeft gedaan. Als trainer totaal mislukte. Als scheidsrechter probeerde om de top te bereiken. Dat door een incident gedwarsboomd zag. En uiteindelijk als bestuurslid toch die top heeft bereikt. En ik denk dat hij dat wel heeft, altijd wel voor ogen heeft gehad. Ik denk niet dat het toeval is dat hij op die plek is terecht is gekomen. John, ik zie net je boek signeren samen met Dennis Mulkus. Dat is een beeld dat ik altijd heb bij beroemde schrijvers. Ja, maar Dennis is een hele goede schrijver. En ik ben een, in Den Haag was ik een, ik werd steeds een bekendere Haagenees. En Dennis heeft op een gegeven moment besloten om aan mij te vragen om een boek, dat we een boek uit gingen brengen. En ik heb in Dennis gewoon de perfecte schrijver gevonden. En ik ben super trots Rob op het eindresultaat. En nog leuker dat de mensen naar mijn handtekening gaan vragen. Het boek spreekt voor zich natuurlijk. Dat moeten mensen gewoon lezen over allerlei anekdotes. Is er nou één anekdote waarvan je zegt van dat is het leukste wat ik eigenlijk heb meegemaakt tot nu toe? Nou ja, dat zijn toch mijn ontmoetingen met Bobby Charlton. Dat zijn dingen die mij, dat klinkt heel kinderachtig. Maar ik ben gewoon een echte Engelse voetballiefhebber. En als je dan op een gegeven moment aan de tafel komt te zitten met Sir Bobby Charlton. Ja, dan zijn het gewoon geweldige dingen. En ik ben ook heel trots erop dat de laatste foto in het boek, dat een foto is van Bobby Charlton en mij in de bestuurskamer van Manchester United. En dat vind ik gewoon een heel mooi verhaal ook. Ik heb je natuurlijk al 2 keer meegemaakt bij Swansea. Dan zie ik je altijd keurig in het pak met een stropdas. Daar heb je normaal gesproken een bloedhekel aan, of niet? Ja, ik weet ook niet hoe gauw ik hem uit moet doen. Zodra de tegenstander de bestuurskamer uit is, Rob, dan weet je, dan kleed ik me zo snel mogelijk om. En ik heb daar niks mee. En iedereen in Den Haag weet dat ik altijd in een trainingspak loop. En ik voel me eigenlijk het prettigste bij. Mensen weten niet anders. En in Engeland is gewoon even het etiket iets anders. En daar doe ik dan gewoon mijn pak aan. Naast dat boek heb je natuurlijk ook spreekbeurten bij allerlei betaald voetbalorganisaties of bij amateurclubs. Dat gaat ook een aardige tijd in beslag nemen onderhand, of niet? Ja, ik moet jou eerlijk zeggen, Rob, dat ik het onwijs leuk vind om het verhaal wat ik beleef, of wat ik beleefd heb en wat ik nog steeds beleef, om dat te vertellen aan anderen. Ik bedoel, ik sta onder contract bij de Speakers Academy waar ik lezingen voor geef. En ik heb pas geleden een lezing bij Heerenveen gegeven. Maar ik heb ook al lezingen gegeven bij FC Utrecht, bij Feyenoord, bij Excelsior.
En ik ga aanstaande dinsdag ga ik naar PSV, naar de Business Club. En dat vind ik hartstikke leuk, maar daarentegen sta ik ook bij de kleinere amateurclubs. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik maak gewoon hele leuke avonden mee. En dat doe ik gewoon op het ogenblik, zelfs 4 avonden in de week. Hebben jullie een streefaantal van het aantal verkochte boeken? Wat je in je hoofd hebt van, moeten er 10.000 zijn, 5.000, noem maar een getal. Nou, weet je, ik ben altijd heel erg optimistisch gestemd. Kijk, dat gewoon heel eerlijk tegen jou gezegd. Ik heb dat boek is geschreven door Dennis. En Dennis heeft daar zeeën van tijd in gestopt om dat boek te schrijven. Ik heb er ook zeeën van tijd in gestopt. En het is voor mij een kwestie van, het is gewoon een kick dat er voor mij een boek geschreven wordt. En of er nou 10 verkocht wordt of 10.000 of 100.000. Ik leg er voor mezelf niet zo'n heel erg de druk op. Kijk, als ik niet zelf de hoofdpersoon speel en ik zou zo'n boek op de planken zien liggen. En ik ken dat verhaal een beetje, dan koop ik alle de minuten het boek. Want het is gewoon een ongelooflijk verhaal. Dat een Haagse lulde behanger zijn eigen staande houdt met een heel klein bedrag in de Engelse Premier League. Nog even om een wisselstand uit de wereld te helpen. Er stond in de AD 50.000 euro, maar het is 50.000 pond. Hè? Ja, dat is absoluut fout. Het is 50.000 Engelse ponden geweest. En, want er moest toen 250.000 pond op tafel komen. En dat was toen de tijd 75.000 euro. En dat heb ik erin gestopt, Rob. Dat is serieus geld. En het was niet zo dat ik geen biefstukje meer kon kopen. Maar het was wel een redelijke gok. En ik heb alleen in ieder geval gedacht van ja, mislukt het. Dan heb ik 75.000 euro verloren, maar dan sta ik voor de rest van mijn leven in de boeken van Swansea. Dan heb ik iets gegokt en dan heb ik verloren. Niet wetende dat dat in één keer in een tijdbestek van 11 jaar ineens als een komeet omhoog is geschoten. En dat we op een gegeven moment de Premier League hebben gehaald, de League Cup hebben gewonnen, Europa ingegaan en nu zelfs bovenaan in de Europa League staan. Ja, ik ben trots als een Haagse ooievaar, zeg maar. Om het even af te ronden, je krijgt natuurlijk enorm veel reacties via tweets, sms'jes, noem maar op. Heb je nou nog een reactie gehad waarvan je zegt van, nou, dat had ik totaal niet verwacht? Nou, verwacht is een heel ander verhaal. Ik weet, jij gaf het net al aan, maar in mijn geval is het zo dat de mensen vinden me aardig of de mensen vinden me helemaal niet aardig. Ik leg er niet wakker van. Ik zeg heel eerlijk tegen jou, de mensen die me aardig vinden, dat zijn mensen die ik na mijn hart heb en mensen die me kennen. Dat vind ik veel belangrijker dan een eikel die me niet kent, dat die me niet aardig vindt. Er zit vaak heel veel jaloezie bij. Dat soort Twitterberichtjes krijg je natuurlijk ook. En in het begin maakte ik me daar druk om, maar dat doe ik niet meer. Ik maak me nou, bij wijze van spreken, afgelopen week heb ik me eigenlijk heel erg druk gemaakt. Om Marie Stijn, hè? Dat verhaal van Marie Stijn, dat vond ik gewoon verschrikkelijk. En mensen zeggen dan, ja, maak je nou niet druk, je eigen boek komt eraan. Maar dan voel ik me toch weer verplicht om ook Maurice weer een klein beetje te gaan steunen. Dus ja, de reactie gekregen heb Rob, die variëren van leuk tot wat ik al zeg, jaloerse mensen die het allemaal overdreven vinden. Maar ja, dat lap ik aan mijn laatste, interesseert me echt helemaal niks. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Volgende week, dan zijn we er weer om 6:00. Onder andere dan met een uitgebreid interview met de Haagse sportwethouder Karsten Klein. Maar u weet het laatste voetbalnieuws dagelijks op www.haaglandenvoetbal.nl. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot volgende week woensdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Lochem Nederland, Delft op Zondag, de gratis familiekrant, Beks Beveiliging Exclusief, Vastgoedreclame, Baaf Automotive, De Regenbogenbeheer, Pieter Overgaag Partyverzorging en Organisatie, Avonturia de Vogelkelder en Roberto Lungo Business Tel.